Hier was het? Hier was het, ja. Hier stonden wij, mijn collega's hier. En ik stond ongeveer hier. En daar was dus het feest. En de bus kwam van de Lolaan, kan je mooi zien vanaf hier. En ik hoorde een pof tegen de naald aan. En daarna sta je een beetje verbaasd te kijken. En de mensen in de bus die waren helemaal verschrikt. De prins en prinsessen, die zagen helemaal handen voor de mond en zo. En toen kwam er een agent onze kant op lopen. Een andere agent dan die hier stond. En die had bloed aan zijn hand. En ik denk, oh, we hebben een ambulance bij ons met daarin mijn EBO-tas. Want ik zou vanmiddag dienst hebben. Dus ik pak de tas. Ik zeg, ik heb een tas. Ik kan even helpen. En die man die zegt, ja, laat mij maar. Het is chaos daar, het slagveld. En dan trek je gewoon lijkbleek weg. Dan denk je, slagveld? Wat is gebeurd? En toen ben ik daarheen gerend. En op een gegeven moment liep ik weer over het plein en zag ik een man helemaal in zijn eentje reanimeren. En ik denk, maar dat kan helemaal niet, ik ga je wel helpen. Dus ik kwam bij hem, ik zit tegen hem over hem en ik wil net zeggen van, joh, ik wil je wel even overnemen. Ik heb ook EBO. Nee, om de 2 minuten moet je een reanimatie aflossen. En die man die zegt tegen mij, dat is niet meer nodig, ik ben cardioloog en deze heeft niet gered. En dan sta je gewoon naar iemand te kijken, naar die man, en dan weet je gewoon niet wat je... Ik was net 2 jaar EBO'er, wat wist ik nou? De volgende morgen om 6 uur ging mijn wekker, ben ik naar de douche gegaan en terwijl ik onder de douche stond ben ik gewoon door mijn hoeven gezakt, letterlijk. En ben ik terug naar bed gekropen al huilend. Waarop mijn vriendin alleen maar het kaartje van een van die traumadeskundigen onder de ogen schoof en zei, misschien moet je even bellen. En dan sta je om 6:10 sta je iemand te bellen van, joh, ik weet gewoon niet hoe ik hiermee om moet gaan, wat ik hiermee moet. Ja, ik moet zeggen, daarna heb ik dat wel even moeten verwerken ook. Het waren de heftigste minuten van mijn leven. Sindsdien heb ik niet nog een keer zoiets meegemaakt. Je denkt altijd van nee, ik heb het wel een plek gegeven, maar het blijft toch altijd ergens achter in je hoofd zitten.